In deze nieuwsuitzending gaan we fijn Bijbel lezen met Jurk Liesman. Ik zie er echt naar uit. We zijn vorige keer gebleven bij Genesis 1, vers 13. En we gaan de draad oppakken met de Koning Jacobus Bijbel online en mijn Nederlands Bijbelgenootschap vertaling op mijn schoot. Kijken of die er is. Stolos, kann ich aufsetzen? Das ist prima. Hallo. Hallo, Jörg. Ah, dag Perry. Wie geht's? Oh ja, mit mir eigentlich gut. Ich bin die letzten Tage nichts anderes als tun, als alle Videos zu bekijken, die ihr da so allemaal oplaadt. Ja, ich hatte ein Stapeltje. Ja, dat kunnen we wel zeggen. En dan ben ik heel kritisch en dan zit ik de hele tijd terug te luisteren van kan ik dit wel uploaden? Nou, toen had ik een hele serie en ik, nou kom alles erop. Ik vond je serie met Malachi Martin vond ik wel goed om op te laden. Mm-hmm. Ik heb alleen een persoonlijke opmerking bij die video's die je over de vrouwen deed. Ja. Ja, je hebt blijkbaar dus nog altijd heel veel haatgevoelens te verwerken over de scheiding van de moeder van je kind. Misschien heb je daar gelijk, hè? Ja. Ik kan waar wij het ook allebei over eens zijn, aan die gevoelens heb ik niks. Nee, dat is hem juist. Ja. En ik heb daar al geprobeerd een tijd geleden mee af te sluiten met die haatgevoelens die ik tegenover de moeder van mijn kind had. Ook al jaren, wrokgevoelens en al. En uiteindelijk levert mij dat niks op. En ik zeg van, ik moet verder, weet je. En weet je, ik kan mij zo gelukkig schatten, Perry, omdat ik iets heb wat zij, spijtig genoeg voor haar, nooit gehad hebben. Ik heb Jezus Christus. Mm-hmm. Heb jij helemaal gelijk. Je snapt ook wel dat ik die video's ook maak voor andere mannen. Kijk, mijn eigen woede. Ik heb laatst tegen mijn dochter gezegd, het komt er in de grond op neer. Ik kon niet voor die moeder zorgen. En daarmee is de strijd bij al begraven. Ik begrijp die hele redenering waarom je deze video's doet. Ja. Het is alleen maar... En vat dat alsjeblieft niet verkeerd op. Ik zeg dat met alle respect die ik kan opbrengen daarvoor. Ik vind het heel fijn dat je hierover begint. Dat is heel terecht. Het is... Uiteindelijk is het a waste of time. Mm-hmm. Die tijd die je aan die gevoelens en die uitleg besteedt... Ook al is het bij wijze van spreken voor andere mannen. Die gaan zich sowieso nooit in diezelfde schoenen zitten waar jij in zat. Het is verloren tijd. Als je diezelfde tijd had doorgebracht in de Bijbel te lezen. Om met Jezus te spreken. Dan had dat veel beter kunnen aflopen. Versta je wat ik wil zeggen? Dat is een herkentenis. Een weten. Totdat ik zelf in de loop van de tijd ook gekomen ben. Van waarom? Kijk. Ik haal nu dat voorbeeld aan over die video's van die vrouwen die je daar gemaakt hebt. Maar ik zou even goed kunnen aanhalen als je een video maakt over deze wereld. Ik heb vandaag nog een e-mail gekregen van een fantastische broeder in Christus die in Zwitserland leeft. En met die ik regelmatig eens een keer contact heb. En ik hou van die mens ontzettend veel. Die heeft al heel veel voor mij gedaan. Maar... Die heeft dus ook naar mij naartoe gestuurd. Het is natuurlijk in Duits. Ja? Hij schrijft hier, befreit van den irdischen Lasten fühle ich mich nicht. Da bist du mir weit voraus. Ich mache mir zu viele Gedanken über das Weltliche, über Dinge, die ich nicht ändern kann. Die europäische Politik, vor allem die von Frau Merkel, finde ich sehr besorgniserregend und selbstzerstörend. Das wird nicht gut enden. 70 Millionen Zuwanderer, vor allem Muslime. Ich kann mir denken, wie das ausgeht für die Christen. Dann geht es weiter über Udo Ulfkotte, einen Autor, die Bücher geschrieben hat, zivile Urlaub in unsere Städte, Bürgerurlaub in unsere Städte. Ja, das ist die Journalist, ist das doch? Ja, das ist ein Journalist. Die ist in der Lob von dit Jahr, dachte ich, overleden. Naja, kijk, er schreibt es so von die Dinge.
En daar heb ik hem op geantwoord, dat is ook in Duits. Maar als je wilt, mocht dat ik juist gezegd heb, is een keer vertalen naar het Nederlands voor onze Nederlandstalige Tuschauers, als je dan een beetje wilt samenvatten of zo. Ja. Ik weet niet, want je zit toch aan het opnemen, want ja. Vertellen, hè? Dus, ik kon het goed verstaan. De meeste Nederlanders kunnen wel wat Duits, hoor. Ja, ik moet af en toe eens een keer eventjes in de keuken, want ik ben nog maar juist van het werken terug. Ah. En ik heb mijn gemberwater nog dat ik moet gaan is van mij opgezet, ja? Ja, ik krijg bij deze een paar seconden. Dank je, Moody. Ja. Ja, en ik moet eventjes dan mijn gember dus klaarmaken, dat ik dat kan drinken. Mm-hmm. Dus excuseer voor dat geluid en dat ik hier in de keuken ben. Nee, dat is hartstikke gezellig, man. mijn gember moet ik drinken, elke dag, minstens 2 kopjes. Dus daar is niks aan te doen. Ja, dus als je dat eventjes anders eens een keer wilt vertalen voor de kijkers naar het Nederlands, is dat goed voor mij. Als je dat niet wilt, zeg het maar, dan ga ik gewoon verder. Oh ja, als je gewoon... stuur me die tekst, maar... Heb je die tekst, kan je die makkelijk kopiëren en plakken? Als je die tekst stuurt over Skype, dan kan ik er even naar kijken en dan maak ik daar een mooi Nederlands gedicht van. Ik heb die e-mail van hem, heb ik hier, ja. Mm-hmm. Die tekst kan ik sturen, dat is... we melden zijn de naam niet uiteraard, dus dat is altijd vertrouwelijk. Ja, dus niemand ziet iets. Nee. Ja. En zelfs als je dat laat zien, dan is dat nog geen probleem. Daar staat geen naam van hem of zo daarmee bij, dus... Hij blijft anoniem en dat is ook het minimum daarvan. Dat vind ik wel normaal. Maar ja, ik heb daar dus op geantwoord. Uh-huh. En ik zal je dan mijn antwoord ook een keer gaan sturen. Uh-huh. Dat is goed voor mij, denk ik ook. Om het te gaan richten op de positieve dingen. Ja. Zoals Christus Jezus zei, je moet je zegeningen tellen. Uh-huh. Dus ik heb geantwoord. Ik zal het eventjes een keer in Duits voorlezen. Je kunt er dan later ja mee doen wat dat je wilt. Je kunt dan eventueel nog iets aan deze video aanhangen of zo, als je dat wilt vertalen. Ja. Dus ik heb gewoon geantwoord, dat ich schaue niemals Videos mit irgendwelchen Prophezeiungen, omdat um darüber hinging, in Beginn over September 23. Ja, wat ach ja, so vooral, ja. Dat er zo'n rage is op het internet daarmee. Maar ik zeg, ik kijk nooit Videos met een of andere profetie. Sie kommen niemals von wirklichen Christen, ne? Sie kommen nooit von echten Christen. Ne? Was planen sie mit Europa? Ulf Kotte was eveneens gekontrollierte Opposition. Erinnere ich mich noch an Intermirifica? Ne? Mhm. Beherzige das bitte. Nehm ihr das ten Harte. Mhm. Nergens, behalve in het Wort van Gott, tref je in deze wereld de Wahrheit. En al dat gedoe met de toewandering, met de refugees, die vluchtelingen en dergelijke, wordt toch alleen maar gedaan om de mensen in puur schrik en onrust te houden. Alleen Jezus Christus kan aan jou de vrede geven om hier op aarde in rust te leven. Leef in de wereld, maar wees niet van de wereld. Mm-hmm. Leef dit. En je zult verstaan wat ik bedoel. Mm-hmm. Merkel wer? Merkel wie? Wie interesseert het welke pop op de bühne? De bühne is... De bühne, de stage, de troon. De stage, ja. Hoe zeg je dat in Vlaams? De stage. Het toneel. Ja, wie op het toneel aan het dansen is. Hè? Ja. Der Schulz, wie is in Duitsland dus die kandidaat van de Sozialdemokraten voor het kanslerschap. Mhm. Der Schulz is van Jesuiten getraind. En ik heb dat zelf onderzocht, dat is dus juist. En het speelt absoluut geen rol. Het is van absoluut geen betekenis wie de hoofdrol in dit theater speelt. Want de regisseur, de directeur, is dezelfde. Mhm. Ik weet nog niet eens wie minister-president van België is. En het interesseert mij ook geen fluit. Nee. Bitte, lieve broer. En daar is zijn naam daarin. Dus die moet je eruit halen uit die kopie. Als je dat laat zien ergens. Ja. Ik pak alleen maar de tekst. Want ik weet al zijn voornamen. Die heb ik net even voorbijzien komen. Vrees niet diegene die het aardse leven kan nemen. Maar vrees die die het vleeselijke en ziel en spirituele leven in de hel kan afpakken. Mm-hmm. Hou van de vader en zijn zoon, alle eer aan God en niemand anders. Mm-hmm. Wat ook mogen komen hier op deze aarde. Mm-hmm. Vertrouw in hem en bid dat zijn wil geschiet en niet de jouwe.
En dat was zo ongeveer wat ik hem ging antwoorden daarop. Dus ik hoop dat ik hem daarmee een klein beetje heb kunnen helpen. Mm-hmm. En ook een klein beetje de zin kunnen zetten op dat video wat wij eigenlijk aan plannen waren om te doen. Want je wilde verder lezen in Genesis. Mm-hmm. Maar ik vond het toch eventjes een keer interessant dat ik jou ook eens een keer... Ik probeer altijd op jouw video's een commentaar achter te laten. Ja, dat doe je heel dat erg trouw. Dat stel ik erg op prijs. Ja, ik wil dat je ook begrijpt dat ik de moeite doe om jouw video's te kijken, Perry. En natuurlijk zijn er altijd dingen waar ik niet 100% mee akkoord ben. Maar ja, sommige dingen vermeld ik dan, soms vernoem ik het niet. Ja, anders dan de paus ben ik niet onfeilbaar. Nee, wij kunnen alleen maar leren van onze fouten. Ja. En ik wil alleen maar op die manier eigenlijk een teken geven van kijk Perry, ik ben er voor jou en ik kijk jouw video's ook en ik probeer daarmee bezig te zijn waar jij mee bezig bent ook. Zo moeten we dat onder christenen met elkaar doen, hè? Denk ik zo'n beetje. Denk ik ook wel, ja. En dan gaan we lekker Bijbel lezen, kom op. Ja. We zijn gebleven bij vers 13 de vorige keer, dus dan pakken we nou op bij vers 14. Genesis 1, hè? Ik wil jij hebt het woord, ga maar door, ja. Ik wil graag, voor we dat doen, wil ik nog graag een keer eventjes iets lezen voor jou. Ja. Ik heb afgelopen week terug een pakket gekregen voordat ik meer dan 50 euro BTW heb moeten betalen. Van broer Brad Norman uit de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft me een flesje nanozilver gestuurd. Dat dus nog beter is dan de gewone collodiale zilver dat wij kennen. En hij heeft me verschillende boeken gestuurd, waaronder Did the Catholic Church Give Us the Bible? From Chick Publications, from David Daniels. Ik heb dat boek ingescand in mijn computer als PDF en nu ga ik David W. Daniels een e-mail sturen en ik ga hem vragen of dat ik het mag gebruiken om een video te maken van die boeklezing, want ik wil dat boek lezen op mijn kanaal. Heeft de katholieke kerk ons de Bijbel gegeven? Een schitterend boek. Maar heeft me dus een heel pakket toegestuurd met, ik denk, 7 of 8 boeken, zelfs Duitse Lutherboeken daarbij. Fantastisch gewoon. En de vorige keer, als hij mij een pakket stuurde met boeken, was in een van die boeken zo'n papiertje in dat je zo kunt gebruiken als leesteken. Weet je, als je gedaan bent met lezen, dan doe je dat daartussen die pagina's en dan weet je nog waar je geweest bent. Ken je dat? Zo'n bookmark. Ja, bookmark heet ja. En dat bookmark is in Engels en noemt A Brief of the A Brief of the Commandments. En ik heb gisteren mij dan de moeite gedaan om dat eens een keer te vertalen. Nu, in Engels rijmt het. En ik wilde dan natuurlijk ook in Duits dat het rijmt. Dus de 10 geboden in kort, in Engels, en dan een keer mijn Duitse vertaling. Ik zou dat eventjes graag willen voorlezen, als dat goed is voor jou. Ga je gang. A brief of the commandments. Have thou no other gods but me, and to no image bow thy knee. Take not the name of God in vain, nor Sabbath day do thou profane. Honor thy father and mother too, and see that thou no murder do. From whoredom keep thee pure and clean, and steal not though thy state be mean. See that thou no false witness bear, and covet not thy neighbor's gear. Das was Engels. Schoon, hè? Ja, het is echt schoon. Ja, ik heb daar al een video van gemaakt en ik ga dat in mijn Engelse video's die ik vanaf nu produceer in de toekomst in het begin afspelen. Mm-hmm. Met een beeld op het einde dat die mensen hun Bijbel moeten gaan lezen. En ik heb dat dus gisteren vertaald naar het Duits, of ik heb hetzelfde gedaan in Duits en ik heb ook geprobeerd dat te laten rijmen. En ik zal je dat eens een keer eventjes voorlezen. Mm-hmm. Heb ik trouwens ook een video van gemaakt, dat komt dus in de nieuwste video's die ik vanaf nu produceer. Maar ik heb meer dan 30 Duitse video's geproduceerd die ik nog hier heb staan. Maar dat is een andere zaak. Ja, dat is even tussendoor als een wietse. Maar mensen luisteren naar die Duitse video's van Jörg Liesman. Dan leer je nog een keer Duits, tenminste. En nu mag jij. Ja. Keine anderen Götter hab neben mir. Vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Geweldig. Ik ben benieuwd of ik dat op het Nederlands kan. Dat is een mooie uitdaging.
Ja, ik heb daar niet... Ja, even voordat we dan de Bijbel induiken. Maar waar dit mij... En dat voelde ik van tevoren al. Ik heb een Amerikaanse filosoof gelezen. En die heette Douglas R. Hofstadter. Die heeft een mooi boek geschreven. En het heet Gödel, Escher, Bach. Gödel und Bach. Dat is in Duits. Goethe. Gödel. Gödel, ja, die ken ik. Kurt Gödel. Gödel, ja. Kurt Gödel. Met zijn... logica is het allemaal. En die heeft een tweede boek geschreven, wat maar weinig mensen kennen. En dat gaat puur over taal. En daarin gaat hij worstelen met een Frans gedicht. En hij daagt zijn leerlingen, iedereen uit, om dat te vertalen. Dat boek heet Le Tombeau de Marceau. Le Tombeau is de beautiful sound, de tombeau, with an N. And it also is the tombeau, de grafsteen, we say in Dutch. And he tries to prove that it is very hard to translate. Sorry for my English, but it's an English author. I knew it was coming. Very peculiar. And I will try. Ik ga een poging doen om hetzelfde te doen. Dat is hartstikke kunstig. Om de 10 geboden gewoon eventjes dan ben je klaar. Okay, let's start. Shall I do my terrible English with verse 14? Nee, dat zal ik niet. dat sowieso niet. Okay, then you go ahead. Okay, dan is het nog altijd in het eerste boek van Mose, Genesis, kapitel 1, vers 14 in Engels van de King James. Yep. Bijbel. Die heb ik in beeld, dus iedereen kan momenteel al de hele tijd meelezen. In het Engels staat het er, maar ga maar door. And God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. Ja. Yeah. Nu, als we daar eventjes over iets willen gaan zeggen. We hoeven natuurlijk niet elke vers uiteen te gaan halen. Oh ja. Maar hier en daar is dat wel eens een keer interessant. Omwille van dat wij zijn hier al in de derde dag bezig. Of beter gezegd in de vierde dag, want de derde dag was al. En God zegt in het begin, in vers 3 zegt hem, and God said, let there be light, and there was light. Ja. Maar hij schept nu pas op dag 4, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. Ja. Dus dat licht, of licht wil daarom niet zeggen dat dat licht van de zon komt. Klopt. En daar is dus een heel belangrijke punt voor de zonaanbidders. God zegt, er wees licht en er was licht. En dat licht was er zonder de zon. Klopt. Dus, mijn lieve broers en zussen zonaanbidders, wie geeft licht? Wie geeft leven? Is het de God van de Bijbel? Of is het de zon die daar staat te schijnen in de hemel? Als je gewoon het eerste boek van Genesis, de eerste 15 verzen leest, dan versta je al dat de zon geen levensgever is. Klopt. Ja? Vindt het toch belangrijk om eens een keer bij stil te staan? Absoluut. Als ik even mag reageren. Tuurlijk. Mijn atheïstische vriend, voormalig katholiek, hij kan zich niet uitschrijven. Die snapt dit niet. Die zegt, wat voor onzin is dat? Dat je eerst licht had en toen pas de zon. De zon, hè? Z-O-N. Hoe moet ik dat geloven? En dan zit ik ademloos naar hem te luisteren. En dan denk ik, jongen,
rek je denken een beetje op. Ik heb nog een mooie uitzending gemaakt over christendom, dat het kennelijk alleen bedoeld is voor mensen met intellect. Je moet er een beetje over nadenken. De gedachte gaat vooruit aan de materie. Daar gaat het om. Er is een gedachte en vervolgens komt de rest. En die eerste gedachte, dat was de Heer. De Heere Heere. En die verzon, licht is denk ik wel leuk. Ja, dat moet je eerst verzonnen hebben en daarna komen pas. En dan hier in vers 14 komen de sterren dus. En de seizoenen. En daar ging het ook tellen. Dat is ook heel belangrijk wat hier staat. Van 1, 2, 3, 4 en dagen worden weken en weken worden maanden en maanden worden jaren. Dat is tijd. In vers 1 stond al dat hij begon met de tijd en hier staat het dan hoe hij dat realiseerde middels licht. Wil jij even verder reageren? Ja, of zal ik hem even in het Nederlands voorlezen? Dat is misschien ook wel mooi. Dat mocht je ook, maar ik ben dus nog niet gedaan met mijn uitleg over die twee versen. Dus lees hem dus eerst een keer in Nederlands. Ja, oké, dan mag je even nadenken. Op zijn Nederlands. NBG-vertaling. En God zeide dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden, dat zijn de seizoenen, als van dagen en jaren, en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. Mooi man, het is. Ik probeer wel eens een gedicht te schrijven, maar zo mooi als dit kan ik dat echt niet. Niemand schrijft so gut of kann sich so gut ausdrücken als unser Herr. Mhm. Kann auch nie anders. Herr ist der Erfinder von Tao. Ja. Was ich noch belangrijk finde, um hier bei eben just bei still zu stehen, das müsste uns auch zwar hier noch nie over nagedacht haben, weil viele Menschen fallen, die sagen von, wow, wo kommt der ja da nicht an? Mhm. Kijk, in uns wird geleerd in dieser Welt, dat de maan het licht is dat weerspiegelt van de zon. Mm-hmm. Maar God zegt, let there be lights, plural, mm-hmm, meervoud, in the firmament of the heaven to divide the day from the night. Mm-hmm. And let them be for signs and for seasons and for days and for years. Mm-hmm. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights. Mm-hmm. Meervoud. Yep. The greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. Mm-hmm. He made the stars also. Ja. Das Beiwerk. Die Sterre heeft hem ook gemaakt, maar pff, ja, dat was even nevenzaak. Ja. Maar, zo zeg je staat. Ja. Maar blijf eens een keer stilstaan bij vers 16. En in feite kun je dat al van vers 14 en 15 afleiden, maar in vers 16 wordt het nog des te duidelijker. Mm-hmm. God maakte twee grote lichten. Mm-hmm. Het grotere licht om de dag te regeren, mm-hmm, en het kleinere licht om de nacht te regeren. Mm-hmm. Dus God maakt twee lichten die van zichzelf licht geven. Maar ons wordt in deze wereld geleerd dat de zon licht geeft aan de maan. Ja, dit. Dat is een model. Het is een model om de aarde te zien als een bolletje. En de zon ook. En de maan als een ander. Het is een model. En dat model, dat werkt prima. Dat is best eenvoudig. Ja, dat is alleen werkt, maar een model. Dat model stop. Please, alsjeblieft. Er is een verschil tussen de modellen die wij hebben van de realiteit en de realiteit.
De realiteit is wat hier staat. Dit is dus schier poëzie. Dit is de realiteit. En het model staat daar los van. Je moet het model niet verwarren met de realiteit. Arthur Schopenhauer heeft het mooie werk geschreven, Die Welt als Wil und Vorstellung. Er is een strikt onderscheid tussen wat je vindt met wiskunde en de wetenschappelijke methode en wat de werkelijkheid is. Het is met name zo dat mensen die erg doorgedenderd zijn in wiskunde en de wetenschappelijke methode, dat worden uiteindelijk vanzelf christenen. Bijbelgelovende mensen. Want ze snappen ook wel dat al die matrixen, daar werken die wiskundigen mee. En een kwantummechanica, weet ik veel wat. Het zijn alleen maar modellen. Verklaar mij, jij kan dat natuurlijk niet en jij hoeft het ook helemaal niet, want jij leest de Bijbel. Maar als er een zonsverduistering is, dan kan je zien dat van ons uitgezien de maan net zo groot is als de zon. Ra, hoe kan dat? Waarom zien wij altijd dezelfde kant van de maan? Waarom? Dat is heel. Dat kan je. Je kan het gewoon accepteren en zeggen van ja, dat is gewoon zo. Ja, maar denk er eens over na. Hoe kan het dat wij altijd dezelfde kant van de maan zien? Waarom bestaat er een dark side of the moon? Wat is dat voor een rare aantrekkingskracht? Kennelijk zit de maan naar ons te kijken of zo. En heeft hij een voorkant en een achterkant. Het is ook heel makkelijk wat David Icke, om even door te denderen. David Icke, die ken je natuurlijk, en de luisteraars kennen die ook wel. Die zit aan te zeuren over dat de maan is, is een door de mensen gecreëerd object. Of door aliens. Inderdaad. Dat kan je inderdaad denken. Want zo gek is die maan. Het is een heel vreemd fenomeen. Nou, nu mag jij weer. Zal ik me even vers 16 in het Nederlands doen voor de kijkeraars? Doe maar. En God maakte de beide grote lichten. Het grootste licht tot heerschappij over de dag. En het kleinere licht tot heerschappij over de nacht. Benevens de sterren. Dat is een beetje oud-Nederlands. Maar... En ook eventjes tussendoor de sterren, ja. Naast de sterren. Gaan we door. Ja, kijk, ik vind het wel een heel belangrijke punt, omdat ons wordt ja geleerd, we leven in een zonnestelsel. Ja. Daar ben ik al niet meer akkoord, omwille van dat wij, als we in een stelsel leven überhaupt, dan is het een aardestelsel. Ja. Want in the beginning God created the heaven and the earth. Ja. Dus de aarde, correct. De aarde is de middelpunt van het universum, zoals wij dat universum noemen. Ja. En alles gaat van de aarde uit en alles komt terug naar de aarde. Dat is ook daarom dat we hier constant meteorieten zien, want dat zijn allemaal spullen die zijn ooit een keer van de aarde omhoog geflogen en die vallen nu een keer terug. Zoiets. Want dat is ongeveer die enige uitspraak die correct is. Alles wat omhoog gaat, komt ooit ook eens een keer terug naar beneden. Ja? Den punt is het volgende die ik wil maken. In dat zonnestelsel verkeerde leer van de antichrist. Wordt de zon in het middenpunt van het universum gezet. En ze leren ons dat de maan geen licht is, maar dat de maan gewoon licht geeft, omdat die van de zon aangestraald wordt. Ah. Maar ik geloof eerder in God, want God zegt dat hij hier twee lichten maakt. Ah. Anders had hier niet gestaan dat hij twee lichten ging maken, dan ging je zeggen dat hij een licht gemaakt heeft en dat hij nog iets anders gemaakt heeft en dat geeft dan licht door dat andere licht. God zou liegen, als de maan niet zelf lichtgevend is. Hoe dat precies in elkaar zit en waarom dat we alleen maar die ene kant van de maan zitten en al die andere vragen. Ah. Kijk, sommige dingen kunnen wij met ons onnozel klein breintje gewoonweg niet begrijpen. Dankjewel. Maar dat wil daarom niet zeggen dat die dingen zo niet zijn. Ja. Maar God liegt niet. Nee. God kan niet liegen. Nee. Dat verschil tussen hem en ons. Wij hebben de keuze of dat we willen liegen en soms doen we dat en soms doen we dat niet. Daarom zijn we zondaars. Aha. Hij kan niet liegen. God is niet in staat om te liegen. Zijn natuur
laat dat gewoon niet toe. Nee. Dus als Gott zegt, laat da lichten in de hemel zijn, die de dag van de nacht gaan scheiden, en laat het twee lichten zijn, het grote voor de dag en het kleine voor de nacht, dan is dat zo. En dan wil dat zeggen dat de maan op zichzelf licht geeft. Warum ja. dat de maan en de zon bij wijze van spreken min of meer dezelfde grootte hebben, dat heeft te doen met een afstand. En laat mij u één ding duidelijk vertellen, Perry, en onze toeschouwers. De zon is geen miljoenen kilometers van de aarde weg. Kijk, het model en de realiteit. Zoals Schopenhauer zei, der Wille, dat is de realiteit. En de voorstelling, dat zijn twee verschillende dingen. En de afstand tot de zon, ja. Greg Szymanski, die heeft met een sextant de afstand tot de zon bepaald. En dan ben je mij kwijt. Want dat kan niet. Met een sextant kan je een hoek meten. En hoe kan hij dan de afstand tot de zon weten? Ja, dat, kom op. Dan moet je twee sextanten hebben, of drie sextanten. En dan moet je honderden, zo niet duizenden kilometers van elkaar de hoek tot de zon gaan bepalen. En dan kan je een gok doen. Je hoort me wel niet zeggen van dat ik die afstand kan bepalen. Ik heb dan een keer een heel interessante, maar in de aanzet alleen maar, conversatie mee gehad. Ja. Met Robert Newman. Die broer uit Engeland met die afleveringen in Hour of the Truth over de wet gedaan heb. The Golden Rule, ja. En die heeft mij daar een paar dingen verteld, daar ben ik zelfs bijna van mijn stoel gevallen. Maar uiteindelijk is dat allemaal logisch, want dat enige wat je moet doen, Perry, dat is je moet de leugens van de antichrist in vraag trekken en je moet gewoon zeggen, alles wat hij zegt is gewoon 180 graden omgekeerd. Als de antichrist zegt, de zon is miljarden of miljoenen kilometers van deze aarde weg, dan zal het waarschijnlijk juist het omgekeerde zijn. Die zon is waarschijnlijk veel dichter, als dat wij ons kunnen voorstellen. Ja. Omwille van dat wij ook in een heel ander systeem leven, als dat systeem dat hij ons op indoctrineert. Als jij, dat heb je vast wel eens gedaan, je gaat tomaten kweken. Want een lekker eigen tomaten. Ja, hoe dichtbij is de zon? Die is misschien wel op 10 centimeter... afstand. De zon is heel dicht bij ons. Want wij zijn de aarde en ze hebben nog nooit via de NASA of de ESA of whatever maar een aarde gevonden die te bereizen is. Wij zijn de enige aarde in de omtrek. Zelfs Albert Einstein geeft toe dat er een grens is aan wat wij kunnen bereizen. We zijn de Albert enige. Einstein. De zon draait om ons. Dat is gewoon zo. En Albert Einstein, als je die mens vernoemt, dan valt mij altijd één citaat van hem in. Nou, kom. En ik kan niet anders als dat eventjes een keer te vernoemen. Ook al val ik je heel onvriendelijk in het woord. Einstein werd een keer gevraagd, hoe voelt het om de slimste man ter wereld te zijn? Mm-hmm. En zijn antwoord was, vraag dat aan Nikola Tesla. Ja. Dat is ook een modelbouwer. Ik heb van Nikola Tesla helaas, ik heb nog nooit een werk van hem gezien. Ik heb alleen maar mensen gehoord hier die zeggen dat het het meest fantastische Serb, of Servier, ooit was. En voor de rest weet ik echt, ja, ik snap de wisselstroom, wel. De wisselstroom komt van hem. I know, dat weet ik. En nou dus en? Ja, nou en? Dat kan iedereen verzinnen. Tjoh, dat weet ik niet. Ja, het is gewoon een kwestie van een sinus. En er zit een bepaalde handigheid in. En ze hebben ook transformatoren. Want die hoge spanningsleidingen. Die daadwerkelijk een hoog voltage. En dat kost minder energie. Dus je moet dat voltage heel hoog houden. En heb je minder amperes nodig. En dan pomp je al die woonwijken, pomp je vol met elektrische energie. En zo kan je ook bedenken dat er een soort elektriciteitsrelatie is tussen de zon en de aarde. En de sterren.
dat snap ik allemaal wel. Het gaat zelfs zo ver dat ik ken ook mensen die doen helemaal onderzoek tussen de elektriciteitsuitwisseling tussen twee menselijke personen. Want je kan daadwerkelijk je hart openstellen en dat kan gemeten worden. Dus dat is elektriciteit. Als je een ander aanraakt, daarom raak ik ook bijna nooit andere mensen aan. En zeker niet met mijn vingers. Ik leg een arm om de schouder. En mijn vingers bengelen gewoon ergens in de lucht. Tuurlijk weet ik dat. Dus natuurlijk is er iets van elektriciteit. En zal Nikola Tesla wel een punt hebben. Maar wat heb ik eraan eigenlijk? Wat moet ik ermee? Ik ken ook een Servische vrouw, die heb ik niet echt aan jou voorgesteld. En die is helemaal wauws van Nikola Tesla. Ja, want hij ging niet met vrouwen om. Nou, misschien is dat dan oké. Ik wil Nikola ook heel, Tesla, dus dat is de enige uitzending. Ik wil alleen maar eventjes ter sprake brengen, omdat jij Einstein vernoemde. En telkens als ik iemand over Einstein iets hoor zeggen, dann muss ich altijd an die Uitspraak von ihm denken und dann muss ich da eventjes eine keer den deutlichen Punkt geben. Einstein war nichts anderes als ein Jesuitengestürde Pop, ein Akteur. Ein Tesla war jemand, die echt wirklich iets auf die Reihe gebracht hat. Aber die gefinanziert wird durch J.P. Morgan. Und auf den Logenblick, als er Dinge, laat maar zeggen, en door openbaar gebracht heeft die JP Morgan niet aanstond, dan willen van dat men met draadloos energieoverdracht geen geld kan verdienen, werd hem afgezaagd, werd zijn labor kapot gemaakt en werd hem teruggestuurd naar waar hem vandaan kwam. Dus met andere woorden, het enige wat ik daarmee eventjes een keer duidelijk wilde maken, ook voor de luisteraars, is Einstein is niks anders als een pop, een acteur, en Tesla was een werkelijke wetenschapper. Ja, en dat is het grote verschil. Ik ook even tegen de luisteraars. Jurk Liesman heeft helemaal gelijk. Ik weet het. Trouwens, een saillant detail. Een pikant detail. Ik ben afgestudeerd ingenieuren. In luchthygiëne en verontreiniging. En ik deed chaostheorie. Erg ontzettend leuk. Ik heb een hele leuke studietijd gehad. En daarin heb ik de wet van Einstein gebruikt. Want hij heeft daadwerkelijk een wet. En die heet de wet van Einstein. En dat gaat erom, het is het volgende probleem. Je hebt een zeeman en die is heel erg beschonken. Die staat midden op een plein. En hij is zo dronken, hij weet niet. Hij kan alleen maar een stap nemen, meer niet. Dus een stap links, stap rechts. Waar is die zeeman na zoveel seconden, na zoveel stappen? Dat heeft Einstein, dat heet de wet van Einstein. Die is correct. Dus ik werkte toen met chaostheorie, dus daar had ik die wet nodig. Later, dus 3 jaar geleden of zo, nee, iets langer, hoorde ik van mijn Servische vriendin dat Albert Einstein, die had een vrouw. En die was promovendus, super cum laude afgestudeerd in de wiskunde. En hij heeft nog, dat is opgetekend, dat hij tegen haar zei van: meisje, meisje, we ronden het af. Jouw werk komt op mijn naam en jij krijgt geld. Dus voor hetzelfde geld was die wet van Einstein helemaal niet van Einstein, maar van Mileva Magic. Ja, ik ben niet zo goed in Servisch. Het kan wel eens die gewoon wiskundige vrouw van hem geweest zijn. Oké, maar als je dan toch bezig bent over dronken zeelui, dan valt me in feite maar één ding in. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Dat heb ik nog gezongen als ik in de koor was van het marinekoor, als ik in het leger ging in 1986. Mm-hmm. Maar wat, wij zijn toch bijeengekomen om een klein beetje nog verder over de Bijbel te babbelen. Ja, laten we hem doornemen. En ik doe dat heel graag ook. Maar ik wilde gewoon eventjes nog een keer de punt aanhalen, ook voor onze luisteraars, dat ze daar eventjes een keer bij stilstaan. God is geen leugenaar. En als hij twee lichten in het firmament zet,
in groot licht voor den dag en in klein licht voor de nacht, dan is dat zo. En dan is elk licht ook een licht. En niet maar één een licht en het andere een spiegel, om het maar een keer heel simpel te... En ik kan er tegen inbrengen dat als er een model is wat prima verklaart waarom je soms volle maan hebt en dan weer nieuwe maan. Kijk, de mensen die zo'n model gebruiken, dat was ook mijn kritiek op, nou, dat was over Isaac Newton, hè? Het model is alleen maar een model. Meer niet. Hier staat de waarheid. In vers 16. Ja. Dat heb je nodig. Je hebt een groot licht nodig. En dat heet de dag. En je hebt een klein licht nodig. Een minder licht nodig. En dat heet de nacht. Dat is de gedachte. En daarbij horen ook sterren. Dat heeft de Heere voor ons gemaakt. En hoe die dat gemaakt heeft, en dan kunnen dus die mensen zeggen, haha, we weten het hoor, we zijn een bolletje, we draaien om de zon, alsof we zelf God zijn. Nee, dat is gewoon hoe die het gemaakt, hoe ons model is van hoe die het gemaakt heeft. Maar wat hij gemaakt heeft, dat gaat veel dieper. Het is een schande om te denken dat je weet hoe God alles gedaan heeft, doordat je een heliocentrisch model hebt met een planetarium of zo. Ja, dan kan je ook zien hoe... En trouwens, ken jij Kepler? Ja. Die heeft laten zien dat als twee objecten, je hebt die aantrekkingskracht, dat is zonder meer, dat ontkent niemand meer. De law of attraction, die is er. Die is ook gewoon tussen mensen. Ik heb ook een rat gehad hier in huis en die voelde zich aangetrokken tot mij. Die law is er. Dus als twee objecten om elkaar heen draaien, dan vormt het zwaarste object iets van een middelpunt, maar beweegt wel. Kepler heeft dus gezegd dat de aarde, als de aarde om de zon draait, dan draait de zon ook om ons. Dus wij bewegen de zon ook. En Kepler heeft hele mooie wiskunde gemaakt om die beweging, die dans van zichzelf aantrekkende objecten, te beschrijven perfect voor drie objecten. En hij heeft ook laten zien dat dat voor vier objecten niet kan. Nou, wij zitten in dit gebeuren, die welt, met de zon, die hebben we zonder meer. We hebben de maan, maar we hebben ook Mercurius, we hebben Venus, we hebben ons, de aarde, we hebben Mars. En die andere rits ken ik ook allemaal. Het zijn er 9 bij elkaar, plus al die manen. Dat kunnen wij niet uitrekenen. Dat heeft Kepler laten zien. En niemand heeft de wet van Kepler of zijn gedachten weerlegd. Dus al onze wiskunde, al onze modellen, it only goes so far. Om dan maar te zwijgen over het, ook zo'n mooie die ik bedacht. Een vrouw met 3 kinderen. Die kinderen die kunnen zeggen, alles draait om die moeder. Die moeder kan zeggen, nee, ik draai om al die 3 kinderen. En wie heeft er gelijk? Die klagende kinderen. Die zeggen, ja, mama altijd dit en mama altijd zus. Terwijl mama denkt, ik draai om jullie. De fysica is hetzelfde als psyche, als geest. Het is verschrikkelijk ingewikkeld om te begrijpen dat in de waarheid, dat in de Bijbel de waarheid staat. Oké, nou, heb je genoeg gezegd. Kom op. Pak je hem even op? Ja. Vers 17 gaan we dan verder zeker. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good, and the evening and the morning were the fourth day.
Ja. Maar we zijn er dus in geslaagd een video te maken van tot nu toe 44 minuten en we hebben juist maar 5 versen van de Bijbel gelezen. Nou, vind je dat respectvol naar de Bijbel of wat? Ja, dat je is kan de Bijbel niet uitrazen. Nee, het is een teken dat we nog veel te veel met andere dingen bezig zijn daarnaast. Maar niet onbelangrijk wil ik daar eventjes mee bijvermelden, want ik vind het wel interessant over wat we allemaal hier aan het spreken zijn. Aha. Maar laat ons eens een keer terug naar de Bijbel komen. We hebben dus de eerste 4 dagen gezien. En dan gaat het verder in vers 20. And God said, let the water spring forth abundantly, the moving creature that hath life. And fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Oké, okay. Hier wil ik even vertalen. Dat de wateren wemelen van levende wezens en dat het gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Schoon, hè? Absoluut. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. Ja. Nu, even Nederlands dan, ja. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En waarom heb ik zo de nadruk gelegd op after their kind en after his kind? Omwille van dat dit precies de evolutietheorie teniet maakt. Ja. Elke soort levenwezen, ik weet niet of ik dat nu in juist correct Nederlands zeg, maar dat moet ik mij een keer verbeteren. Elke soort levenwezen kan alleen maar zijn eigen soort voortplanten. Met andere woorden, een olifant zou als hem zwanger is altijd een kleine olifant ter wereld brengen. Ja. Een leeuw zou een leeuw ter wereld brengen. Ja. Een bof. Ja, ja. Je kunt het opnoemen met wat dat je ook wilt. Ja. Maar je zult nooit nie een kat een spin zien baren. Of gebaren. Dat heb je mooi gezegd. En je zult ook nooit niet zien dat een zwangere hond ineens een banana ter aarde... ja, een banana, brengt. En eveneens komt uit een banana ook geen hond. Dus alleen al met deze ene zin, met deze ene vers in Genesis 1, vers 21... Ja. After their kind and every winged fowl after his kind, hiermee maken we de evolutietheorie compleet kapot. Die zegt... Het geeft helemaal geen... Uit het... Wat hè? Ik heb liever dat je het hebt over evolutiegewauwel. Het geeft helemaal geen evolutietheorie. Ik heb een uitzending klaarstaan over Richard Dawkins... Die heeft een lezing gegeven. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Dat is zo'n onzin. Dus, en mensen dan zeggen van ja, hallo, als de evolutietheorie niet is, dat betekent dat ik dus gezondigd zou kunnen hebben. Ja, bij het Duitse YouTube-kanaal Ulf Meineken, moet ik niet hergaan, die heeft video's opgeladen van die event die je daar juist vernoemde, hoe noemt die weer? Richard Dawkins in Duits, alleen in Engels en een keer met Duitse ondertitels, dus Engels met Duitse ondertitels, wat voor een leugenaar en wat voor een onoprechte mens dat dus is. Hè? Absoluut. Zijn hele idee, want hij heeft een boek geschreven, het heet The Selfish Gene. En zijn theorie, zijn idee is... Want het gaat niet om mensen of dieren of planten. Nee, het gaat alleen maar over DNA. En DNA, dat wil gewoon graag DNA zijn.
Iedereen moet zelfzuchtig zijn en een beetje in de ruimte wauwelen. Ja, en voor de rest, ja, je kan het wel zeggen. Natuurlijk kan je zeggen dat het alleen maar gaat over DNA. Natuurlijk kan je dat zeggen. En is dat alleen maar een gedachte die je had op een zondagochtend toen je een wandeling aan het maken was en je zag het licht? Ja, maar waar zijn dan de, waar zijn de boeken of de experimenten of de... Nergens. Het is gewoon alleen maar geouwe. Nou, alsjeblieft ga door, want anders ga ik toch lelijke woorden zeggen. Vers 22. Vers 22, dan moet ik al... Tot 31, voordat we hoofdstuk 1 uit hebben. Dan moet ik al de bladzijde omslagen, ja. Ah, ja, dat is jappig. Nee, we gaan zo ver niet doen, want ik moet binnen een paar minuten moet ik stoppen. Ja, precies, want jij hebt nog meer te doen. Eten ja. Klaar, dus... Ja. We zijn best ver gekomen. En ik eet vanavond rode kool met eend, dus... Wat? Ja, vegane eend, hè. Veganistische eend? Ja, veganistische eend. Dat is van seitan gemaakt. Dat is vreselijk lekker. Waar is dat van gemaakt, van? Van seitan. Seitan. S-E-I-T-A-N. Seitan. Dat is in feite gluten. Dat was je uit het bloem. En daar maakte dat is een vleesvervanger. En daar is vegane eend van gemaakt. Dat is zo wat van lekker. Oh, en rode kool. Ja. En verse rode kool. Ja. We hebben een biologische rode kool gekocht. Die zijn nu jong en fris en heel kraakvers. Oh, heel lekker. Verleden week heb ik een salade daarvan gegeten. En deze week eet ik hem warm. Dus heel lekker. Oké, we moeten opschieten. Maar... En daarbij nog een beetje aardappelpuree. Dus... Heerlijk, aardappelsen. Ja. Aardappelsen en ik zijn vrienden, hoor. Vers 22 dan nog even. And God blessed them. Saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the seas and let fowl multiply in the earth. Oké, op Nederlands, even doorhouden. Een moment. And the evening and the morning were the fifth day. Zo ver kunnen we eventjes nog gaan. Ja. Yep. Dan zijn we geëindigd bij 5. Prachtig, ja. Oké, okay, ja. Dan ga ik even voorlezen op het Nederlands. En God zegende ze en zeide... Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën. En het gevogelte worden talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. Ja, en met dat gevogelte, ik vind dat zo leuk als je dat altijd uitspreekt. Waarom dan? Waarom dan? Dat beantwoord heel simpel de vraag, wie was er eerst, het kip of het ei? Ah, die discussie hebben we gehad. Dat is geen discussie, dat is gewoon het woord van God. Het kip gemaakt met de mogelijkheid om zich voort te planten, gelijk dat wij hier juist gelezen hebben. Dus. Even naar de kijkeraars, de luisteraars. Ik heb een studie gemaakt van taal. En ik stuitte op het probleem van de kip en het ei. Dat was, in mijn geval, ging dat puur over C++ programmering. Gewoon met een computer, een chip en heb je machine-instructies. En wat is nou het begin? Dat moest ik weten. Want anders, als ik fout begonnen zou zijn, dan krijg je een huis en dat wankelt. En dat stort in elkaar. Dus dat moest goed zijn. Ik moest weten wat het was. En formeel gesproken was het ei. Formeel gesproken, als je een taalsysteem op wil stellen. Het ei is het eerst. Ja. En in de realiteit, want ik had het alleen maar over taal. En dat is een model van de realiteit. In de realiteit is het andersom. Natuurlijk. Maar ik kan de realiteit niet nabozen. Ik ben maar beperkt in mijn taal. En waar is het dan? Ja, het ei. Nu mag jij ter afsluiting, want je moet naar je rode kop slaan. Ja, niet alleen maar omwille van dat ik naar mijn lekker eten kan gaan, maar vooral omwille van dat wij een paar dagen van de schepping gelezen hebben. Ja. En de volgende dag is de zesde dag en die is te belangrijk om die eventjes in 5 minuten door te lezen. Absoluut. Ik ben het ook heel erg blij mee dat we hier
over de zesde dag lekker gaan doordenderen. Aber, daar kijk, heb ik nog een paar dingen over te zeggen hoor, over de zesde dag. Kijk Perry, dat is een teken dat je ziet dat de Heilige Geest studies gelijk deze aan het leiden is. Want die weet precies wanneer we hier en dan een break moeten gaan zitten om met de juiste nadruk de juiste dingen te lezen de volgende keer, waar we nu al bijna een uur bezig zijn. Ja? Dus ja, afsluiten. Ik wil gewoon dank u zeggen, Perry, dat je mij nog een keer uitgenodigd hebt. Ik dacht dat je met mij al niks meer wilde te doen hebben, nadat het al zo lang geleden was dat wij nog een keer een opname samen gedaan hebben. Oh, maar dat heeft heel veel te maken. Ik ben in elkaar geslagen. Nee. Ja, ik heb aangifte gedaan met de politie. En je bent weer in de kroeg geweest. Nee, het was bij mij thuis. Bij u thuis? Ja. Amai. Ja, amai, ja. Dat is allemaal niet belangrijk. En, denk er niet over na. Ja, kijk, als je daarover wilt klappen, dan weet je hoe je mij kunt bereiken. En dan kunnen we dat eens een keer doen. Dan moeten we hier een video doen, hè. Maar, zwart. Ik wil gewoon zeggen van dank je dat je mij nog een keer uitgenodigd hebt. Dat we nog een keer verder gelezen hebben in Genesis. Ja. En of dat we nu de volgende keer in Genesis verder lezen, ja, waarschijnlijk wel. Maar of dat we het hele boek gaan uitlezen, weet ik niet. Ik weet ook niet of dat de bedoeling is dat we de hele Bijbel van A tot Z doorlezen. We zullen wel een keer zien. Anders pikken we hier en daar een keer iets uit. Gelijk dat we met Matthäus ook al gedaan hebben. Ja. Ook heel belangrijk. In elk geval dank je dat ik mij nog een keer uitgenodigd heb. Dat ik nog eens een keer hier en daar mijn zegsgemocht kan doen. Over die dingen, hoe dat ik ze zie en hoe dat God ze ziet. En dat ik het aan de mensen kon uitleggen hoe dat ik denk dat God ze ziet. En ik zou zeggen tot een volgende keer. Hoop ik niet een al te verre toekomst. En ondertussen ga ik gewoon verder blijven doen, mijn video's produceren met tempo. Want er is nog maar weinig tijd en er zijn zoveel dingen om te lezen. Zeker met die nieuwe boeken die ik van Brad Norman alweer allemaal gekregen heb. Dus ik weet al niet meer waar mijn hoofd staat en waar ik moet gaan beginnen. Ja. Maar ja, momenteel laat ik dus de lezing op van die verborgene geschichte der Jesuiten in Duits. Dus The Secret History of the Jesuits van Edmund Parris. Ja. Ik heb 24 video's daarvan geproduceerd. Dat boek in Duits is compleet af. En nu heb ik dus zaterdag het tweede omhoog geladen op YouTube. Mm-hmm. Maar wat ik eventjes wilde vermelden, als ik nog eventjes mag. Dat ga je gang. Ik heb alle tijd. Ik heb 14 dagen geleden heb ik den eerste deel daarvan omhoog geladen. Ook op een zaterdag, een sabbat. Oh. Ik laat Duitse video's altijd op een sabbat omhoog, omdat die dan blijkbaar heel goed aangenomen worden. Ik krijg heel veel kliks, die video's. Oh, mooi. En omdat het mij gaat over de verbreiding van die video's, denk ik dan, oké, dan laat ik op een zaterdag een Duitstalige video hoog, want dat krijgt duizenden kliks, waar een Engelstalige misschien maar een paar honderd krijgt, als het veel is. Dan meis niet. Zwart. Ja, nu kijk, kleine 14 dagen geleden op een zaterdag heb ik dus de eerste deel van die verborgene geschichte der Jesuiten omhoog geladen. En dat heeft op mijn kanaal tot nu toe 4.500 views gekregen. Maar denzelfde dag heb ik opgemerkt, hebben 4 andere Duitse kanalen datzelfde video op hochgeladen op hun kanaal. Dus die hebben het van YouTube gehaald en hebben het gere-upload op hun kanaal. Mm-hmm. En nu, hou u vast. Vandaag de dag, den 17. september, 15 dagen na het opladen van den eerste deel, hebben deze 5 video's, dus dat originele van mij en die 4 die het terug omhooggeladen hebben, en mijn heeft maar 4.400 of 4.500 kliks. In totaal boven de 30.000 kliks. Man, you are rocking good. Nou, ik doe niks, dat is de Heilige Geest. Maar het punt is, ik vind dat gewoon schitterend. Daar waren een paar mensen die hebben dat video overgenomen. En de ene, ik denk die noemt Klaus Möller of zo. Mm-hmm. Binnen de kortste keren hat die sein Video mehr dann 10.000 Klicks. Oh. Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Oh. Schitterend. Gewoon schitterend. Das tont ergens an, Perry, dass da ein bepaalter Hunger ergens sitzt. Ja. Weten. Das ist ein Goeie. Und das finde ich das Schönste dabei. Ja. En ja, ik heb nu dit weekend, zaterdag heb ik een tweede deel omhoog geladen, die heeft wat 800 kliks of zo sinds gisteren, dus Of dat die nu ook van anderen weer hochgeladen worden, daar twijfel ik aan. Dat zullen we waarschijnlijk niet doen. Ja. Maar ik vind het gewoon schitterend dat die eerste dik boven de 30.000 views heeft. Dat is totaal absoluut
Dat is bijna 40.000. Absoluut. You taught me. Dat is heel erg goed gedaan, Jurk. En ik weet ook waarom dat komt. En jij bent eerlijk. En mensen hongeren naar de waarheid. En je bent daar heel vriendelijk. Trouwens, ik ga 2 video's uploaden. Eentje in het Nederlands, dat wordt de eerste. Ik zeg er nog direct in dat ik jouw toestemming niet heb. En die tweede is in het Engels. Gewoon dezelfde litanie, dezelfde klaagzang. Ik zeg je maar even dat ik jouw toestemming met opzet niet gevraagd heb. Want anders had je nee gezegd. Net zoiets over die vrouwenuitzendingen, zeg maar. Ach zo. Ja. Maar jouw naam wordt wel lekker vaak genoemd. En dan gaan mensen lekker naar Jokler66. En trouwens, jouw Skype nemen, dat is toch Jokler55? 77. Oh, fuck. Oh, shit, dat heb ik een fout gezegd. Oh, kut. Je kunt in dat video altijd een tekst inplakken en dat verbeteren wat je op dat moment aan het zeggen bent. Ik denk, ik ga wel even kijken hoe je dat subtitles moet doen voor Here I Make a Mistake of zo. Maar voor de rest is die wel gemeend. En ik snap reuze goed dat we met z'n allen in een soepzooi zitten. En dat wij... mensen zoals jij en ik, gewoon een beetje lief, een beetje aardig en een beetje zachtmoedig zijn. En dat schoffelt wel door. En een foutje hier, foutje daar. Maar als je niet werkt, kan je geen fouten maken. Dat is waar. Ja. Hé, dankjewel man. Ik zou zeggen... smakelijk eten, zeggen we dan op het Nederlands. Dank je. Wie zegt dat of dat? Oh, guten Appetit. Guten Appetit, oké. Ja. Guten Appetit. En tegen de luisteraars, hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben en dat jullie mij en Jurk serieus nemen. Want er is een ding met serieusiteit. Je kan niet alleen maar... een beetje leven alsof het je laatste dag is. Hedonisme, dat slaat nergens op. Het leidt nergens toe. En daar hadden wij het over. En we hebben de Bijbel erbij gepakt. Want heel veel mensen hebben daar dan moeite mee. Van ik geloof dat niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je het begrijpt. En Jurk beziet het vanuit zijn Bijbels perspectief. Ik ook. En ik heb ook nog al die logica en metafysica en Arthur Schopenhauer. En je kan van mij... Het is een goede geestelijke oefening. Een spiritual exercise. Zoals Ignatius de Loyola zou zeggen. En op zijn hamburgers sluit ik af. En zaak hier. Tjus. Tjus. En dag lieverds.